Deze deelexpeditie wordt opgenomen en zal later gepubliceerd worden op onze website en op die van kennisprogramma bodemdaling.nl. Uitstekend. Ik heb een probleem met mijn camera. Die laat zich niet inschakelen. Maar ik zal zien of ik de andere mensen wel kan zien. Ja, misschien het klinkt een beetje onaardig, maar op zich zou het, werkt verder ook wel zo. Ook zonder uw beeld. Ik bedoel het niet onaardig, maar ik bedoel... Nee, ik begrijp het heel goed. Het gaat hier wel zo. Ja, 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 precies. Nee, er staat een logootje. We horen u wel goed in elk geval. Ja, ja, heel goed. Er staat een logootje camera inschakelen. En als ik dat indruk, dan reageert hij daar niet op. Ja. Ik krijg overigens de mededeling dat van Swaan Visser en een streep door de... door het geluid staat, dus die is niet hoorbaar. Maar ik hoor wel alles, meneer. Oké, okay, heel goed. Goedemorgen, Gilles. Goedemorgen, Dennis. Mooi verhaal, Gilles, op de radio. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Goedemorgen allemaal. Ben ik goed te verstaan? Uitstekend. Mooi. Ik stel voor dat we beginnen. Het zal allemaal binnen druppelen, verwacht ik. Maar dan missen ze hooguit de huishoudelijke mededelingen. Welkom allemaal. Mijn naam is Pouyme Jean. Ik ben programmaleider van het onderzoeksprogramma, Nationaal Onderzoeksprogramma naar Broeikasgassen uit Veenweidegebied. Namens de STOA zit ik hier. En deze deelexpeditie van vandaag is een samenwerking tussen de STOA, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en het NOBV, het onderzoeksprogramma. En specifiek vandaag hebben we twee instituten die daar ons bij helpen. Dat is de Altaris en de TU Delft. Welkom specifiek aan de sprekers, Ramon Hansen. En Sanneke van Asselen van Ramon Hans van de TU Delft, Sanneke van Asselen van Deltares en Gilles Erkens van Deltares. Nou, wat Swaan net al even zei, de sessie wordt opgenomen en op de website geplaatst. Als jullie het vervelend vinden, dan kunt u er natuurlijk uiteraard voor kiezen om achteraf even terug te kijken. En de opnames worden uiteraard gedeeld aan alle aanwezigen en alle mensen die zich hebben aangemeld. Jullie kunnen vragen stellen via de chat. Het verzoek is ook om de microfoon uit te zetten. Dat voorkomt onnodige ruis. Dat wil nog wel eens gaan resoneren. En de vragen worden zoveel mogelijk live besproken of via de chat beantwoord. Hangt ook een beetje van de hoeveelheid van de vragen af.
De ervaring nu, dit is de derde sessie. De ervaring is dat de discussie op de chat altijd levendig is. En dat er genoeg kennis ook met deelnemers aanwezig is om vragen te beantwoorden. Dus ze voelt u zich alsjeblieft vrij om daarin in de chat te bemoeien. Vragen die we niet kunnen beantwoorden omdat de tijd te kort is of omdat het een hele moeilijke vraag is, die zullen we achteraf beantwoorden schriftelijk. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. We gaan naar de inhoud. Ik realiseer me voor de mensen die niet eerder bij een deelexpeditie hebben gezeten of voor wie het onderzoek nieuw is, dat we vrij snel de inhoud induiken. Dat is ook vanwege de tijd en ook vanwege de diepgang die we graag in deze sessie willen bewerkstelligen. Maar ik wil u graag verwijzen naar de verschillende websites, zowel van de STOA als van het Nationaal Kennisprogramma Bodembedaling, als van het onderzoeksprogramma. Aan het eind van de sessie zullen die webpagina's nog even gedeeld worden. Daar vooral te kijken naar extra achtergrondinformatie. En dat is voor de context, dan gaan we het vandaag specifiek hebben over bodemdaling in relatie tot broeikasgassen. We hebben het jarenlang over bodemdaling gehad. Dat onderzoek richt zich heel erg op broeikasgassen, maar met name ook de relatie met bodemdaling. Waarom dat zo belangrijk is, zal zo meteen door Gilles ergens worden toegelicht. Wat ik net zei, Gilles, Sanneke en Ramon, welkom. Heel fijn dat jullie mee willen werken. Ik zag dat Ramon nog in het weekend hard heeft gewerkt aan zijn presentatie. Waarvoor dank, Ramon. En ik zal beginnen met Gilles Erkens. Nou, ik zou het bijna willen zeggen, er hoeft misschien geen introductie meer in dit gremium. Toch nog even heel kort. Gilles is onderzoeker in hart en nieren, durf ik wel te zeggen ondertussen, bij Deltaris en bij de Universiteit Utrecht. En daarnaast vanuit de consortiumpartijen de voorzitter of de trekker. Hij gaat ons meer vertellen over de samenhang tussen bodemdalingsproces en broeikasgasemissie in het veenweidegebied. Gilles, mag ik jou het woord geven? Zeker, ja. Even kijken. Ik hoor mezelf nog dubbel, dus iemand is nog niet helemaal gemute misschien. Ja, nu gaat het beter. Bedankt voor de inleiding. En ik ga nu mijn scherm delen. Even een check. Zien jullie nu het scherm op volledige breedte zoals het zou moeten? Jazeker. Oké, prima. Dan ga ik hier beginnen met mijn presentatie. En ja, zoals gezegd, ik ben geoloog, Gilles Erkens, en ik werk al jaren aan bodemdaling. En het is heel leuk wat ik vandaag iets kan vertellen over bodemdalingsprocessen in het veenweidegebied. En waar we het vooral over gaan hebben is misschien minder de relatie met de broeikasgassen, maar laten we nou eens goed kijken naar wat die bodemdalingsprocessen zijn en wat daar welke processen we nu kennen en wat daar nu de vragen zijn rondom onderzoek. En ik wil ook, zoals Pumé ook al zei, iets dieper deze keer ingaan op die processen. Dus het is wat technischer dan misschien de voorgaande keren. En we gaan ook echt wel wat de diepte in. We gaan het hebben onder andere over metingen vandaag. Ik hoop dat jullie ook mijn rode bolletje zien. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over sigma-accent, effectieve druk, heel belangrijk bij bodemdaling. En we gaan het hebben over koffie, ook heel belangrijk bij bodemdaling. Dat zijn de belangrijkste elementen voor vandaag. Even kijken. Zoals altijd vaak hebben we het over de 6 M's. Dat zijn de 6 aspecten op basis waarvan je onderzoeks op die aspecten moet je onderzoek doen om goede bewuste besluitvorming te faciliteren. En die 6 M's staan hier weergegeven op het plaatje links. En deze keer zitten we vooral aan de bovenkant van dit plaatje. Dus het meten van bodemdaling, het begrijpen van mechanismes en het monitoren van de maatregelen. Sanneke gaat zo meteen na mij vooral over de eerste M en de tweede M praten. Over het meten van bodemdaling en het begrijpen van mechanismes. Ramon zal in het derde praatje vooral over het monitoren en meten. Hoe gaat dat met een bepaalde techniek, in de radarsatelliet techniek op dit moment. Dus die zit vooral op die 6e M en de 1e M. Ik zelf ga vooral kijken naar de 2e M. Deze 3 praatjes hebben jullie denk ik een goed overzicht van de stand van zaken bij de bovenste 3 M's, deze 3 onderwerpen. En het is heel belangrijk bodemdaling in het veenweidegebied, want in de afgelopen 1000 jaar, zoals het kaartje rechts laat zien, hebben we enkele meters aan bodemdaling gehad in het veengebied. Ik hoor nou ineens ook 2 dingen. Excuus. Ik denk dat het niet voor mij bedoeld was, dus ik ga gewoon door. Zien we de afgelopen 1000 jaar meters aan bodemdaling. Natuurlijk ook door het afgraven van veen, maar ook omdat we
die veengebieden hebben ontwaterd ten behoeve van, van de landbouw. Eerst akkerbouw en later ook grasland. En het ontwateren van veen leidt tot bodemdaling. En dat zijn verschillende processen waar we nu verder op gaan inzoomen. Nou, waarom zouden we nou bodemdaling meten in een broeikasgasuitstootonderzoek? Omdat het aan elkaar gekoppeld is. En dat is met name vanwege de bodemdaling en de broeikasgasuitstoot door de afbraak van veen. Dus als je in het bovenste plaatje kijkt, een bepaalde grondwaterkarakteristiek hebt, een bepaalde dynamiek van het grondwater, dan kan dat zorgen voor een afbraakpotentie waarin microben organische stof afbreken en daarbij komt CO2 vrij. Maar diezelfde afbraak zorgt ook voor een volumeverlies. En dat volumeverlies uit zich uiteindelijk als bodemdaling aan het maaiveld. Tegelijkertijd, door die veranderingen in het grondwater, met name de permanente veranderingen in die grondwaterdynamiek, die zorgen voor volumeverlies door mechanische processen van bodemdaling. Het zijn twee typen processen. Aan de ene kant de biologische processen door veenafbraak en aan de andere kant de mechanische processen. En samen is dit de totale bodemdaling die we meten. Dus als wij bodemdaling ergens meten en we willen dat relateren aan CO2-uitstoot, dan is het belangrijk dat we weten welk deel van die bodemdaling door veenoxidatie wordt veroorzaakt en welk deel door mechanische processen. Maar ook de aansturing, dus er zit ook een verschil in. Het gaat om de permanente verandering van de grondwaterdynamiek voor mechanische processen of de situatie zoals die is, die zorgt en belangrijk is voor die afbraakpotentie. Maar daarnaast is het zo dat in de LULUCF-rekenmethodiek, dat is de manier waarop wij op dit moment rapporteren over broeikasgasuitstoot in het veenweidegebied, daar wordt gebruik gemaakt van de Jan van der Akker-relatie. En dat is een relatie tussen een bepaalde grondwaterkarakteristiek, de gemiddeld laagste grondwaterstand. En daar, op basis van die relatie wordt dan de bodemdaling bepaald. En die bodemdaling wordt omgerekend naar een CO2-uitstoot. Dus hier vormt bodemdaling een soort tussenstap in het bepalen van de CO2-uitstoot. Dus dat zijn twee redenen om aandacht te besteden aan bodemdaling. Nou, nu gaan we wat meer de diepte in. We hebben dus een aantal, jullie hoeven dit niet te lezen, ik ga het gewoon vertellen, maar het is ook voor het archief dat het nu goed opgeschreven staat. Er zijn een aantal processen die belangrijk zijn. En ik ga er vier nu uitlichten die, denk ik, de meeste belangrijke zijn. En dat zijn consolidatie, kruip, krimp en de afbraak van organisch materiaal, ook wel veenoxidatie genoemd. Nou, consolidatie is een proces, ik ga het nu alleen even introduceren, en later gaan we er dieper op in, maar consolidatie is een proces waarbij het belangrijk is dat het poriënwater uit een laag, dus het water dat in de poriën zit, in de ruimte tussen de korrels, wegstroomt bij een belasting. Het is echt een proces wat het compacteren van slecht doorlatende lagen beschrijft. Kruip is een ander proces dat min of meer tegelijkertijd optreedt, maar met name langer de tijd ook doorgaat. En hier heb je een reorganisatie van het korrelskelet onder zonder een toename van de effectieve spanning. En dan gaan we zo meteen, wordt het allemaal duidelijk wat het is. Maar de effectieve spanning, die echt de veranderingen daarin zijn de aandrijvers van consolidatie, kan bij kruip gelijk blijven. Daarnaast hebben we krimp. Krimp is een proces wat vooral in de onverzaagde deel van de bodem speelt. En waardoor door zuigspanningen de bodemvolumeveranderingen ondergaat. Met name natuurlijk krimp, bij krimp is het in elkaar drukken, dan wordt die kleiner. En het gebeurt met name ook door bijvoorbeeld ontwatering en verdamping, bijvoorbeeld door het gewas. En krimp is net zoals overigens consolidatie, is het deels onomkeerbaar, maar dus ook deels omkeerbaar. En tenslotte hebben we dan de afbraak van organisch materiaal, oxidatie, waarbij microben, micro-organismen het organisch materiaal afbreken. Hier komt CO2 bij vrij. En dit leidt ook tot een volumevermindering en daarmee daling van het oppervlak. En dit gebeurt vooral onder de invloed van blootstelling aan zuurstof. Dus deze vier processen beschrijven wat er gebeurt in de bodem. En ik zeg even erbij, dit gaat met name om veenbodems en deels ook kleibodems. Dit zijn niet de processen die spelen, tenminste niet op deze manier, in bijvoorbeeld gaswinning of zo. Daar kan je het ook hebben over consolidatie en kruip, maar ik spits me nu eventjes op die slappe grond. Nou, verder hoor je ook vaak zetting, klink en rijping. Dat zijn ook allerlei termen die worden gebruikt, maar dat zijn eigenlijk varianten op deze termen met in vaak een specifiekere context. Dus wat mij betreft, ik weet dat er mensen nu zijn die hier niet mee eens zullen zijn, maar wat mij betreft houden we bij deze vier termen. En er is ook een goede factsheet van STOA en een aantal andere publicaties waar dit ook nog verder uitgelegd is.
Nou, dan is het ook belangrijk dat deze processen niet allemaal op dezelfde plek in de bodem spelen. Dus als je kijkt naar een profiel, wat jullie hier zien, dit is een profiel onder een dorpje Canis. Alles wat hier bruin is aangegeven is veen. En dan hebben we hier in groen klei, en hier ook aan het oppervlak. En hier hebben we nog een opbouwlaag, dit is het dorpje. En dan die blauwe lijn is de grondwaterstand. Maar die processen spelen niet allemaal op dezelfde plek. Waar veenafbraak, dat gebeurt onder invloed van zuurstof met name. Het kan trouwens ook onder de grondwaterspiegel spelen, maar zuurstof zit met name boven de grondwaterspiegel. Dat speelt vooral hier. Krimp is met name actief door die zuigspanningen ook in de onverzadigde deel van de bodem. Consolidatie en kruip vindt met name plaats in het deel wat verzadigd is. Dus het diepere deel van de bodem. Dus op verschillende plekken in de ruimte, in dit geval de diepte, spelen die verschillende processen. Maar ook in de tijd geeft het een verschillend gedrag. Als je kijkt naar langetermijn bodemdalingsmetingen, dit is uit de Everglades, uit Amerika. Tussen 1910 en 1980 zien jullie hier een aantal meters aan bodemdaling in dit veengebied wat hier gedraineerd is. En je ziet een typische, zo'n zaagtandfiguur. Hij gaat eerst snel en dan neemt de bodemdaling af. En dan neemt hij weer snel en dan neemt hij weer af. En dan wordt hij wat sneller en neemt hij weer af. En ook bij deze zie je dat ook heel duidelijk. En dat zijn ook momenten waar die wat sneller gaat, waar nieuwe pompen zijn geïnstalleerd. Nou, dat is natuurlijk de vraag, ja, wanneer speelt dan in zo'n soort zo'n sequentie van bodemdaling, wanneer speelt dan welk proces? En als je meer inzoomt, dit plaatje hier links geeft ook metingen aan van bodembeweging in Indonesië, dan zie je hetzelfde. Ik hoop dat jullie dat kleine puntje hierboven zien. Gaat die bodemdaling snel en dan wordt die een soort bijna een constante hier. Een lineair gedrag vertoont die. Het zijn allemaal veengebieden overigens. En hier zie je hetzelfde. En daarbij is toch het idee dat die eerste fase is vooral heel erg krimp en consolidatie gedomineerd. Dan is er ook wel wat kruip en veenafbraak, maar nog minder. En in de tweede fase is zo'n constant wordt, is het vooral gedomineerd door veenafbraak en ook in mindere mate door kruip. Dus dat is ook in de tijd vinden die processen op een ander moment plaats. Heb je natuurlijk ook nog dat je dan als je naar zo'n jaar kijkt, en dit zijn een aantal jaren in een rij, als je naar één zo'n jaar kijkt, dan zie je ook die bodem op en neer gaan. Dit zijn al heel oude gegevens van Schorthorst, waar die bodem op en neer gaat. Dus dat betekent ook dat hier gaat dan ook meespelen dat een deel van die krimp en consolidatie ook omkeerbaar is en weer dat het ook weer omgezet kan worden in stijging. Dus die processen die op die korte termijn spelen, daarvoor moet je ook nog beter begrijpen wat bijdraagt aan de echte dynamiek. Dus het is ook een heel tijdsafhankelijk gedrag hoe die verschillende processen spelen. En dat is ook iets wat we binnen het NOBV onderzoeken. Dus dit zijn onze metingen, gewoon een voorbeeld in Rauwveen. Daarin zie je een stijging van de bodem over een bepaalde periode. Ik ga niet al te diep op in, Sanneke gaat hier veel meer over vertellen. En daarna weer een daling en weer een stijging, een aantal verschillende fases. Maar wat je ook heel duidelijk ziet is dat de verschillende, deze verschillende lijnen geven verschillende ankerdieptes weer. Dus die geven de beweging van de bodem op verschillende dieptes in het profiel weer. En dat betekent dat we ook met deze ankers kunnen bijvoorbeeld kijken naar wat de verzadigde zone doet, waar bepaalde processen spelen, versus de onverzadigde zone waar andere processen spelen. Dus met behulp van deze metingen kunnen we veel beter het totale meetsignaal ontrafelen in die verschillende bijdragende processen, zowel in de ruimte, in de diepte, als in de tijd. Dat is heel essentieel. Ik wil ook graag even reclame maken voor twee jonge onderzoekers die net aangenomen zijn op dit onderwerp. Doigu werkt aan de Universiteit Utrecht in het LOS-programma en zij gaat vooral kijken naar de veenafbraak. Zij gaat daar verder op onderzoek op doen. En Bente gaat vooral kijken naar krimpprocessen, met name in kleigebieden, maar ook wel in veengebieden. En ze werken, nou, zoals gezegd, beide in het losse programma, wat natuurlijk een aanverwant programma is met ons NOBV. Ik ga nu eventjes wat verder inzoomen op die consolidatie in kruipen. Daar gaan we nu echt de diepte in. Hoe kunnen we nou zo'n soort proces beschrijven en hoe kunnen we daar dan uit bodemdaling berekenen? Daar gaan we nu op een simpele manier naar kijken. Dit is dus de essentie van de grondmechanica. En ik ga er ook gelijk bij zeggen dat ik ben geoloog, zoals jullie weten inmiddels. En dus ik ga het nu uitleggen zoals een geoloog het zou uitleggen. Dus mensen die heel diep in de grondmechanica zitten, hebben er misschien andere ideeën bij. Maar het gaat erom dat we dit nu met elkaar kunnen bespreken. We gaan kijken naar de consolidatietheorie van Terzaghi. En Terzaghi is een van de grondleggers van de grondmechanica, kan je denk ik wel zeggen.
En hij heeft een manier verzonnen waarop je kan berekenen hoeveel bodemdaling er optreedt bij een bepaalde belasting. Dus als we nu naar een bepaalde grond kijken, dan bestaat die grond uit korrels. Dat zijn bijvoorbeeld zandkorrels of kleikorrels of stukjes veen. En daartussen zit een ruimte, de poriruimte, waar een vloeistof in zit, water of bijvoorbeeld gas. Nou, als je een bepaalde belasting op die grond aanbrengt, dan is wat cruciaal is dat er een spanning ontstaat tussen die korrels. En die spanning die zorgt voor een reorganisatie, kan zorgen voor een reorganisatie van die korrels. Die krijgen een andere pakking en dat leidt dan tot een volumeverandering. Dat zie je als bodemdaling. Dus het cruciaal is dat we die spanning tussen die korrels weten. Dat is daarin heel belangrijk. Nou, als we nou naar een grondmoot kijken, dit is een stuk grond met een bepaalde hoogte H, dan gaat het erom van, ja, wat is nou het gewicht van die grond op een bepaalde diepte? Dus het is de plane under consideration. Dit komt uit mijn colleges die ik erover geef, daarom staat alles in het Engels. Ik heb sommige dingen vertaald, maar niet alles. Dus dit is het oppervlak waar we naar kijken. En daarbovenop zit een gewicht. En dat gewicht is aangegeven met sigma t, het totale gewicht wat daar op drukt. Op rust. En dat gewicht voert een bepaalde druk uit. Nou, die druk, dat is eigenlijk een kracht maal op een bepaald oppervlak. Of uitgeoefend op een bepaald oppervlak. En dit kan je heel makkelijk uitrekenen. Dit is denk voor veel mensen middelbare schoolwerk. Een bepaalde kracht is een massa maal de valversnelling. Dus dat is de massa van deze grond maal de valversnelling. En die massa van die grond kan je uitrekenen door de dichtheid van die grond te nemen maal het volume. En als je dan dat doet voor een vast oppervlak, bijvoorbeeld vierkante meter, dat betekent dat dat volume is dan gelijk aan, of kan je benaderen met die H, met die hoogte van die grond. Dus op deze manier kan je de druk die deze moot grond op dit oppervlak kan je berekenen met deze formule. Nou is het zo, dat is dus niet, dat bepaalt niet de bodemdaling, want daarvoor hebben we die korrelspanning nodig. Dus daarom, en dat is echt de bijdrage ter zake, die heeft gezegd, ja, de totale druk die wordt opgevangen door twee elementen, namelijk de druk in door het water, in de poriën, en aan de andere kant door de korrels. En die korrels, dat geeft dus de korrelspanning, de effectieve druk, sigma accent. Dus dat zijn de drie elementen die samen zorgen dat de grond nu ook blijft liggen waar die ligt. Namelijk de korrels en het water dragen het totale gewicht. Dus als je door deze formule kan je er ook nu mee gaan rekenen. Als je het totale gewicht weet en je weet de druk van het water in de poriën, dan kan je ook de effectieve druk berekenen. En ik maak hier dankbaar gebruik van een voorbeeld wat mijn collega Henk Kooij ooit heeft gemaakt. Wat heel leuk is, want het gaat over koffie. En ik dacht, nou, dat sluit ongetwijfeld bij de belevingswereld van jullie aan. Iedereen heeft al eens een paar koffie opengemaakt. En dat geeft ons de mogelijkheid om wat dieper hierop in te gaan en ook het goed uit te leggen. Dus stel je hebt een pak koffie. Daarmee kan je gaan rekenen wat in dezelfde manier als ter zake is gedaan. Want op dat pak koffie staat een bepaalde druk. Namelijk 1 atmosfeer, dat is de luchtdruk. Dus dat is de totale druk, de sigma t. Nou, zo'n pak koffie is, als het nieuw is, is het vacuüm gezogen en is het ook zo heel compact en heel hard. Dat betekent dat de korrels, koffie zitten heel dicht op elkaar gepakt, en de ruimte tussen de korrels, daar zou normaal lucht kunnen zitten, maar dat zit nu niet, dat is vacuüm gezogen. Dus de spanning in de poriën is 0 atmosfeer, het is namelijk vacuüm. Dat betekent dat de spanning op de korrels, de effectieve druk, is 1 atmosfeer. En daarom is hij ook zo enorm bij elkaar gedrukt. Dus het is een lage porositeit en heel erg compact. Als je een pak koffie gaat openmaken en je steekt er maakt een gat in, dan zet het uit. Hè? Dan wordt het groter. Dus langzaam wordt het. En de pakking wordt ook minder dicht. Dus wat er dan nu gebeurt, is dat de totale druk van buiten is nog steeds 1 atmosfeer. Er is niks veranderd aan de luchtdruk. Maar nu is de druk in de poriën is nu ook 1 atmosfeer geworden, omdat die geopend is, niet meer vacuüm. Dat betekent dat de effectieve druk is nu 0 atmosfeer. Dus die korrels die komen nu uit elkaar en die krijgen een veel lossere pakking dan eerst. De porositeit is ook veel hoger geworden. Als je dan datzelfde pak koffie, terwijl het open is, weer in dezelfde compactie zou willen geven als wat het had toen je het kocht, dan kan je ook dus uitrekenen, dan wil je dus weer dat de effectieve druk weer 1 atmosfeer wordt. Dan kan je ook uitrekenen wat de totale druk moet zijn. Dus dan moet de effectieve druk nu 1 atmosfeer worden.
Dat betekent, terwijl de poriëndruk is ook 1 atmosfeer, dat betekent dat totale druk van buiten moet 2 atmosfeer zijn. Dus je moet 2 atmosfeer druk op een geopend pak koffie uitvoeren om dezelfde pakking te krijgen als je had. Nou, dit is een manier hoe je kan rekenen met die 3 drukken. En dat kunnen we dus ook voor grond doen. Hè? Dus dit is een stuk grond met een grondwaterspiegel daarin. We kunnen nu de totale spanning op een bepaald vlak berekenen. De totale spanning is namelijk gewicht en de dichtheid van de verzadigde grond. Maal de valversnelling, maal de hoogte van die verzadigde grond. Dus tot de grondwaterspiegel. Plus het gewicht van de onverzadigde grond die erboven zit. Namelijk dat is de dichtheid van de onverzadigde grond. Maal de valversnelling, maal de dikte van de onverzadigde laag. Dat is samen de totale... grondspanning. Dan kan je daarna ook uitrekenen wat de poriëndruk is. Dat is namelijk de dichtheid van water maal de valversnelling maal de hoogte van het deel wat verzadigd is boven het vlak, dus de verzadigde hoogte. En als je dat hebt uitrekend, dan kan je dus de effectieve druk uitrekenen door de totale gewicht en daarvan af te trekken dan de totale druk, sorry, en daarvan aftrekken de poriënwaterdruk. En dan krijg je de effectieve spanning. En dan kan je dus gaan rekenen met bodemdaling. Dus op deze manier rekenen we met consolidatie. En dat kom je ook in het Terzaghi-model terug. Dus dit is het oermodel. Hier zie je ook weer die effectieve spanning. Dus de voormalige effectieve spanning en de nieuwe effectieve spanning wordt gebruikt om samen met de dikte... En een consolidatiecoëfficiënt die grondafhankelijk is, grondsoortafhankelijk, wordt een verschil in hoogte. Namelijk het aandeel consolidatie wordt berekend. Dus dit is een hele simpele manier om met veranderingen in effectieve druk de veranderingen in hoogte te berekenen. En dan die consolidatiecoëfficiënt die verschilt voor verschillende grondsoorten. Die is heel laag voor veen en voor klei, waardoor als dit getal klein is, dan wordt dit getal meestal groter. Dus dat is een manier hoe we met verschillende grondsoorten rekening houden. Ik weet hoeveel tijd ik nog heb. Nou, je tijd is bijna afgelopen. Ja, oké. Okay, ja. Dan ga ik nog één klein ding zeggen. Dat is misschien dan prima. Meer een opening naar een vervolg dan iets anders. Bij die vorige slide stond ook, ja, Terzaghi, dat is een hele simpele manier om mee te rekenen. Maar een belangrijk nadeel daarvan is dat het niet tijdsafhankelijk is. Je hebt geen gedrag. Je kan alleen een eindpunt uitrekenen. En wat er ook een tweede nadeel is dat bepaald gedrag wat je hebt in met name veen- en kleibodem, slappe grond, kan je hier niet mee voorspellen of niet mee berekenen. Dus als je kijkt naar deze metingen hier, van tijd en de ruimte doet er even niet veel toe, het is overigens wel een logaritmische schaal hier, maar dit zijn metingen van deformatie over tijd, dus dit monster in het lab, dat heeft een bepaalde deformatie doorgemaakt. Dit is wat je meet, deze lijn. En als je dat gaat modelleren, dan kan je in eerste instantie kan je dat heel goed modelleren met die Terzaghi-achtige formules. Maar op een gegeven moment, dan geeft dat model, dat geeft geen verandering meer in deformatie. Terwijl we dat wel meten. En dit is dus, terwijl de effectieve druk hetzelfde blijft, zien we toch nog deformatie. Dat is kruip. En dat is een proces wat dus niet in die Terzaghi zit, maar dus wel optreedt in dit soort bodems. En dat zie je meer. Dit zijn bijvoorbeeld het vliegveld van een vliegveld dat in Japan is aangelegd. Ook hier zie je in eerste instantie enorme deformatie, maar wel snel afnemend in snelheid. Dus is per jaar. En op een gegeven moment wordt het een soort constante deformatie optreedt, terwijl de effectieve druk, namelijk de verandering, namelijk het aanleg van de vliegtuig, dan al heel lang geleden is. Dus dit is ook, hier speelt ook kruip een rol. Nou, ik ga dan niet helemaal erop in, dus sla dit even over. Maar het enige wat ik wil zeggen is dat je, als je in de klassieke manier kijkt naar berekeningen van bodemdaling, dan krijg je zo'n soort berekening. Hè? Dus dit is de druktoename en dit is de deformatie. Je krijgt dan eerst een elastisch deel van de deformatie en op een gegeven moment een plastisch deel. Dit is een elastoplastisch model. En daarna houdt het op. Als dat is gebeurd, dan is de bodem klaar met deformeren. Nou, in die kruipmodellen, die bestaan dus, dat zijn, Bjerm heeft daaraan gewerkt, en ook later mensen bij Daltaris, en ook anderen wereldwijd, daar heb je hetzelfde, tenminste in principe hetzelfde traject, maar wat er gebeurt is dat die al, voordat die bij een bepaalde grenswaarde komt, gaat die eigenlijk al sneller deformeren. Dus dat is hij kan al eerder gaan deformeren, dat is echt een karakteristiek van die kruip, en dat zit ook in die modellen.
Plus bij gelijkblijvende effectieve druk kan die ook nog blijven deformeren. En wat ook aan de hand is dat dit is altijd in beweging, de bodem hier. Hè. Hier houdt hij hier op en hier, als de tijd doorloopt, dan gaat die bodem neemt een andere plek in dit diagram aan. Dus een heel ander concept van eigenlijk een viskeuze bodem, viscoelastisch model, hoe je met die bodem moet omgaan. Dat past veel beter bij die kleien en die veengronden dan dat traditionele elastoplastisch model. Nou ja, hier wordt heel veel aan gewerkt. Onder andere door de nieuwe AIO Pepijn van Elderen, die ook bij LOS promoveert. En die zijn een aantal punten waar hij aan gaat werken. Ik ga ze niet opnoemen, maar is het bijvoorbeeld misschien gaat het toch het heroriënteren van het koolskelet, of is het anaerobe afbraak? Of is er nog een biologische processen die een rol spelen? Etcetera, etcetera. Dus, mijn laatste slide. Er zijn in slappe grond verschillende processen die leiden tot maaiveldaling. Aan de ene kant de mechanische, krimp, consolidatie en kruip. Aan de andere kant de biologische. Er zit overigens ook nog wel een wisselwerking tussen. En het tijd- en ruimtegedrag van deze processen is nogal verschillend. En ook daarmee de relatieve belang van deze processen in de tijd om bodemdaling te kunnen verklaren. Nou, op hoofdlijnen weten we al heel veel. Maar juist nu is het de tijd om met alle nieuwe data die we binnenkrijgen, om goed fundamenteel onderzoek te doen naar de verschillende parameters die belangrijk zijn in de interacties tussen die processen. En dat gebeurt dus nu in NLBV en de aanverwante onderzoeksprogramma's. Maar daarnaast is het ook belangrijk om deze processen te begrijpen, omdat we ook daarmee de metingen kunnen ontrafelen, waar zal ik het zo meteen over gaan hebben. Maar zelfs ook als a priori kennis bij de algoritmes die we gebruiken voor het meten en monitoren zelf. Dus dat is nog één stap eerder. Dat is wat Ramon het ook over gaat hebben. En uiteindelijk willen we met deze begrip van deze processen betere voorspellingen kunnen doen. Dit was het voorlopig. Dankjewel Gilles. Elke keer weer leer ik weer nieuwe dingen als ik naar jou luister. Dus heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Voor dit mooie, zei je toch wat korte college. Maar, ja, het kon niet anders dan. Precies, maar we hebben wel even een niveau bereikt. En aan de andere kant heb je volgens mij heel veel nieuwe informatie verschaft. Ik ga heel even kijken of er vragen zijn binnengekomen. Er zijn geen vragen binnengekomen. Dat kan twee dingen betekenen. Ze zijn allemaal afgehaakt, maar dat hoop ik niet. Ik vond het bijzonder interessant. Er zat natuurlijk ook een stuk... Ah, kijk. Gelukkig, Ramon die heeft een vraag. In je grafiek van de Terzani-formule leek het alsof deze maar voor tijdstappen van minder dan 10 minuten geldt. Daarna lijkt de kruip te overheersen. Is dat zo? Moet ik even kijken welk grafiek dat was. Oh ja, de grafiek met de meting in het lab. Dat is in deze grafiek, zou je het inderdaad zo moeten aflezen. Of dat daadwerkelijk, dat lijkt me niet dat daadwerkelijk zo is. Hou ik misschien ook van de belasting die je aanbrengt op de bodem, of dat heel groot is in opzicht van wat die bodem heeft meegemaakt. Maar inderdaad, zo lees ik die grafiek ook af. In de realiteit is het zo dat de consolidatiefase en de krimpfase duurt maanden tot jaren. En daarna dan kom je in die kruipfase. Ja. Dankjewel. Ik heb zelf nog wel een vraag bij je laatste slide. Je gaat nu vooral heel veel echt over de fysische kant van bodemdalingen. Ja. Je noemt heel kort even, ik ben natuurlijk vooral in de biologische kant geïnteresseerd als het gaat over veenafbraak. Je noemt er heel even een tussenzin, daar is een wisselwerking tussen. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Ja, dus aan de ene kant is het misschien zo dat een deel van die biologische processen ook dat kruip zou kunnen verklaren. Dus de langzame anaerobe omzetting van organische stof onder de grondwaterspiegel, dus met andere elektronenacceptoren dan zuurstof, wordt toch organische stof afgebroken. Dat kan ook zorgen voor een heroriëntatie van het korrelskelet, een herorganisatie. Dat kan ook dus een deel van de kruip zijn, dat weten we niet goed. Maar het is ook zo dat door de afbraak van organisch materiaal, zowel boven als onder de grondwaterspiegel, ook de structuur van het veen verandert. Dus de samenstelling, de grotere vezels versus de matrix tussen de vezels in, de samenstelling daarvan, maar ook de verhoudingen daarvan. Dus het zou ook kunnen betekenen dat bepaalde sterkte- en stijfheidparameters van het veen veranderen door die biologische activiteit. En daarmee dus dat een bepaald veenpakket gevoeliger wordt voor mechanische compactie en consolidatie in kruipen, dat et cetera, dan door die biologische activiteit. En Doijgroen gaat daar echt onderzoek naar doen. Oké, okay. Heel interessant. Ja. Er wordt hier in de chat een gewetensvraag gesteld. Oh. Wat weten we nu meer
Wat is er nu anders dan wat we tot nu toe wisten en word je daar blij van? Wouter Smit. Ik ben heel benieuwd. Het is geen collega van je, of wel? Wouter, nee, Wouter is denk ik. Als het Wouter is die ik ken, dan is het van de provincie uit Holland. Wat weten we meer dan. Kijk, ik denk dat dus de hele ISO-TAGGE-benadering, dat heb ik misschien niet goed gezegd, maar die laatste benadering met waar die kruipen zit, dat is de ISO-TAGGE-benadering. Dat is iets wat relatief recent is ontwikkeld, hoewel het al in de jaren 60 begon. Maar daar zit ook nog heel veel ontwikkeling in. En ook zijn nog wel wat verschillende scholen, laten we zeggen, in de wereld, hoe je dat precies moet omschrijven. Ik denk dat daar word ik wel. Dat is wel heel opwindend om daar mee te werken. Dat is wat Pepijn ook gaat doen. Ik denk dat het is echt nog iets wat heel erg in beweging is. Ik weet dat ze in ieder geval een deel van de antwoord op de vraag. En wat weten we. Ja, weet je, het ook een beetje zo is. Je kan vaak, wat met onderzoek vaak zo is, is dat je meet iets en dat wil je dan verklaren met de bestaande modellen. Dat lukt dan tot op zekere hoogte. Maar dan kom je er ook achter dat bepaalde dingen ook weer niet zo goed werken. En dan moet je dat ook weer verklaren. Dat is natuurlijk het lot van de onderzoeker. Je bent steeds, ga je weer een stap verder. Maar wat ik ook wel leuk vind, is dat die modellen nu dus niet alleen worden gebruikt om die meting in het lab te beschrijven. Waar het eigenlijk in eerste instantie ook uit kwam. Maar dat ze het ook gebruiken voor die veldsituaties. Maar ook om de metingen zelf beter te kunnen begrijpen en ook te kunnen uitvoeren. En dat is waar we natuurlijk zo meteen veel meer over gaan horen. Dankjewel, Gilles. Dan ik maak je uit op dat je er heel blij van wordt. Dat zeker. Ja, nee, dat is natuurlijk ontzettend leuk om aan te werken aan dit soort dingen. Want je staat aan de rand. Ik zeg het tegen mijn studenten, we staan aan de rand van de afgrond. In de zin van dat we worden nog vastgehouden door de kennis die we hebben, maar we kijken in die pijloze diepte van de kennis die we niet hebben. En dat evenwicht bewaren is ontzettend leuk. Ja. Ja, Erik Jansen voegt daar nog aan toe. Hè. Dat is nieuw dat we ook met extensometers continu meten op verschillende dieptes. Dat is natuurlijk ook een heel mooi. Dat heeft ook heel veel meerwaarde op. Hè. Dat je ook veel meer verschil inzicht krijgt in de verschillen. Ja, precies. Heel kort. De extensometers worden al 90 jaar of 80 jaar gebruikt. Dus die zijn op zich niet nieuw. Maar dat we dat inzetten voor het veenweidegebied, waar in principe niks verandert, gewoon om de huidige situatie te monitoren, dat is heel erg nieuw. Dus we doen niet bij een bouwproject of wat dan ook, of er gebeurt iets geks, gewoon wat er nu gebeurt. En daar gaat Sanneke ook zometeen nog veel meer over vertellen. Dankjewel, dat is denk ik een mooi bruggetje naar Sanneke. Ja. Sanneke is een collega van jou bij Deltaris, ook als onderzoeker betrokken bij het NOBV. En jij gaat ons iets meer vertellen over bodembeweging. Sanneke, mag ik jou het woord geven? Ja, zeker, dankjewel. Even mijn presentatie delen. Is het nu zichtbaar voor iedereen? Ja, hij is goed zichtbaar, ja. Oké, mooi, dan begin ik. Ja, ik wil jullie graag meer vertellen over het meten en monitoren van bodembeweging in veenweidegebied. Zoals wij dat doen binnen het NOBV, maar ook binnen andere onderzoeksprogramma's. En dat doe ik mede namens collega's van Deltaris en ook van Shore Monitoring en de TU Delft. En nog eventjes, ik heb nu alweer wat geleerd, namelijk dat je een laserpointer ook hebt voor online presentaties. Dat is heel handig. We gaan eerst even naar het doel. Waarom willen we nou die bodembeweging meten? We willen vlakdekkend lange termijn netto bodemdaling meten, maar ook korte termijn bodembeweging, betrouwbaar op millimeterschaal. Gilles liet het al even zien, heeft het al even aangestipt, maar uiteindelijk gaat het ons om die blauwe lijn. Dus dat is de netto bodemdaling over meerdere jaren tijd. En die is meestal in de orde grootte van millimeters per jaar. Maar daarbovenop heb je nog een seizoensgebonden trend, die rode lijn. En die kan wel in de orde grootte van meerdere centimeters per jaar zijn. Nou, even terug naar het doel. We willen meten en monitoren vlakdekkend om meer inzicht te krijgen in de mate en de variatie van bodembeweging in Nederland. Daarnaast willen we effecten van maatregelen tegen bodemdaling en tegen broeikasgasemissie, die gaan vaak samen, willen we kunnen toetsen. We willen meer kennis vergaren omtrent de bodembewegingsprocessen, waar Gilles net over heeft verteld. We hebben gezien, er zijn meerdere processen
die ook nog eens elkaar beïnvloeden en ook nog eens door heel veel verschillende omgevingsfactoren worden beïnvloed. Nou, en met die kennis en met de velddata willen we de modellen, waar Gilles ook over vertelde, verbeteren. Nou, deze grafiek geeft al aan dat we over langere tijd moeten meten om die bodemdaling vast te kunnen stellen. En dat wil ik verder even illustreren met de volgende animatie. Even kijken of dat zo gaat werken. Ja, daar gaat hij. Hier gaan we een grafiek zien die de beweging van het maaiveld weergeeft over 2 jaar tijd. Nou, we gaan zien dat afhankelijk van wanneer je de bodembeweging bepaalt, je uitkomt soms op een stijging door dat dynamische patroon en soms een daling, maar met allemaal verschillende maten van beweging. Wat is nou die lange termijn bodembeweging? Dat kun je eigenlijk niet bepalen op zo'n korte meetreeks. Het wordt al beter als je elk jaar op hetzelfde moment de bodemdaling gaat bepalen. Dat gaan we hier nu zien, aangegeven met die rode lijnen. Maar dan nog kun je net in zo'n piekje of een dalletje zitten, waardoor de onzekerheidsmarge nog redelijk groot is. Nou, om dit kleiner te maken, om lange termijn bodemdaling betrouwbaar te bepalen, moeten we dus lang doormeten. Binnen het NOBV gebruiken we hier 4 methoden voor. Het zijn 2 veldmethoden, met extensometers, waterpassen, en 2 methoden vanuit de lucht, LiDAR en INSAR. Ik heb ze hier eventjes alle 4 op een rijtje gezet. Ik zal straks per methode meer toelichting geven, om even de verschillen te zien. Een extensometer, het eerste verschil zit een beetje in de schaal. Een extensometer die meet op 1 meetpunt in het veld. Dit is een datalogger en hier komen de sensoren uit de grond. Met waterpassen bestrijk je al een iets al groter oppervlak. Daar meet je langs raaien, meestal zo rond met een meetinterval van 2 meter. Met meerdere meetraaien bestrijk je al een groter oppervlak. Nou, LiDAR en INSAR die meten vanuit de lucht, vlakdekkend. In het geval van LiDAR de hoogte en in het geval van INSAR de hoogteverandering. Een extensometer die meet op meerdere niveaus in de diepte en het maaiveld, terwijl de andere methode alleen het maaiveld, echt het oppervlak, bemeten. Andere verschillen zijn dat de extensometer continu meet, terwijl het waterpassen en LiDAR, daar moeten echt meetcampagnes voor worden opgezet. Dat doen wij 4 keer per jaar. En in geval van INSAR, daar hangt het een beetje vanaf wat de frequentie is van de radarbeelden. Dat is in orde grootte van 6 dagen voor de beelden die wij tot nog toe meestal hebben gebruikt. En dat geeft dus ook een mooie tijdreeks. De extensometer en het waterpassen, die zijn betrouwbaar of hebben nauwkeurigheid op een millimeterschaal. En LiDAR en INSAR, dat is nog een beetje de vraag wat dat voor betrouwbaarheid en nauwkeurigheid geeft in veenweidegebied. Het streven is millimeterschaal. Maar jullie merken al, het staat op de onderste rij, die laatste 2 methoden die zijn nog experimenteler van aard dan de eerste 2 methoden. Zal ik later nog meer over vertellen. Het waterpassen is de meest beproefde methode, ook in veenweiden. En extensometers die worden al jaren toegepast, maar zijn in veengronden ook nog deels experimenteel. Wij hebben dan ook speciaal voor veengronden deze meetopstelling, dus een bepaalde variant van een extensometer. Er zijn vele verschillende typen. Hebben we deze speciaal voor veengronden ontwikkeld. Heel eventjes uitzoomen, waar meten we? Momenteel op de 5 huidige NOBV-meetlocaties, aangegeven door de oranje stippen. Maar in de toekomst zullen we nog ook gaan meten op nieuwe meetlocaties binnen het NOBV en binnen andere onderzoeksprogramma's. Gaan we naar de methode. In eerste instantie de extensometer. Aan de rechterkant zien jullie een schematische tekening
van een extensometer opstelling. Deze opstelling meet dus continu op één locatie op meerdere niveaus in de ondergrond. En daarvoor worden verschillende type ankers gebruikt. Die worden in de bodem gebracht en die bewegen mee met de omliggende grond. En die beweging, die verticale beweging, die wordt door sensoren geregistreerd. En die komen hieruit in dat buisje boven de grond. En de data wordt via de datalogger verstuurd. In dit geval naar Deltares bijvoorbeeld. Ja, deze methode die, is in eerste instantie heel mooi omdat die continu meet. Dus het geeft heel direct weer wat de bodembeweging is en waar die mee samenhangt. En het geeft ook weer wat de bijdrage is van de verschillende bodemlagen. Dat zie je bijvoorbeeld hier. Dit anker, dat ankerniveau 2, dat meet de beweging ten opzichte van het diepste anker. Dat zit in de stabiele zandondergrond, meet de beweging. Nou, als je dan ook nog van dit anker de beweging meet, dan kun je berekenen welke deel van de totale beweging door bijvoorbeeld hier de onverzadigde laag wordt veroorzaakt. En dat hangt vaak weer samen met bepaalde processen, wat Gilles net heeft laten zien. In de onverzadigde laag spelen meestal andere processen dan in de verzadigde laag. Gaan we naar het waterpassen. Dat gebeurt met waterpas, instrument en een baak, zoals jullie op de foto zien. En er wordt gemeten langs meerdere dwarsraaien en lengteraaien over het perceel, meestal met een meetinterval van ongeveer 2 meter. Dit doen we 4 keer per jaar en telkens per meetpunt wordt de maaiveldhoogte gemeten ten opzichte van een referentiepunt dat gefundeerd is in de zandondergrond, dus een stabiel punt. Dus je meet steeds de relatieve hoogteverandering. Nou, vervolgens kunnen per meetraai of per heel meetvak de gemiddelde maaiveldhoogte en verandering ten opzichte van eerdere meetcampagnes worden bepaald. En ook de spreiding van je metingen. Gaan we naar de derde methode die we gebruiken. Dat is LIDAR. Deze methode maakt gebruik van lichtgolven die uit een scanner worden gezonden en de hoogte wordt bepaald door de afstand de afstand wordt bepaald door de tijd te meten waarop die verstrijkt tussen het uitzenden van zo'n lichtgolf en het opvangen van het gereflecteerde punt. Nou, dan kun je onderscheid maken tussen een laserscanner die bevestigd is aan een bewegend platform, dat is een dynamische meting, of aan een statief, een statische meting. Nou, in eerste instantie hebben wij gekozen voor metingen vanuit vliegtuig en een drone. En dat brengt al een aantal onzekerheden met zich mee, die ik even hier al wil benadrukken. Want deze methode heeft in eerste instantie een absolute nauwkeurigheid van 3 tot 5 centimeter. En dat hangt onder andere samen, of met name samen, met dat er steeds de plaats en de oriëntatie van de bewegende scanner moet worden bepaald. Daarbij heeft de laserscanner ook zelf een bepaalde nauwkeurigheid, die ook weer mede samenhangt met de afstand tot het bemeten oppervlak. Dit is eigenlijk dus nog niet voldoende nauwkeurig om die lange termijn bodembeweging te bepalen in de orde grootte van millimeters per jaar. En hiervoor hebben wij nog in de dataprocessing, dat heeft verschillende stappen, dat zal ik nu niet allemaal toelichten, maar een belangrijke stap is dat wij de hele puntenwolk, dus uit zo'n scan, de ruwe data, dat is een puntenwolk, en die refereren wij steeds aan stabiele grondcontrolepunten, dat is bijvoorbeeld een horizontale plaat die gefundeerd is. En per meting maken we een shift van die puntenwolk naar die plaat toe. En de veranderingen zeg maar, in de omgeving en in de hoogte, die kunnen dan theoretisch nauwkeuriger worden bepaald en gewezen worden aan de veranderingen, de fysieke veranderingen van de omgeving. Nou, een laatste stap nog die
onzekerheden met zich mee kan brengen in deze, met deze methode, is dat de puntenwolk die wordt gefilterd. Hè, bijvoorbeeld om de vegetatie, invloed van vegetatie eruit te filteren. En vergrit naar een hoogtemodel. Even kort over de INSAR-methode, want Ramon die gaat daar straks veel meer over vertellen. Dit is de vierde methode. Die maakt gebruik van radarbeelden gemaakt vanuit een satelliet, waarbij de deformatie van het aardoppervlak wordt bepaald op basis van faseverschillen van de gereflecteerde radargolven. En dat werkt het beste op punten, goede reflectiepunten, dus objecten met een goede reflectie. En dat geeft tijdreeksen op puntlocatie. En voor Veenweide is dat nog een wat grotere uitdaging. Daar is vaak nog a priori kennis voor nodig en daar wordt heel hard aan gewerkt ook op het moment. Maar daar zal Ramon dus straks verder meer over vertellen. Want ik wil jullie ook nog eventjes voor de resterende tijd wat laten zien van de resultaten van onze metingen. Dit is een voorbeeld uit Vlist in Zuid-Holland van het referentieperceel daar. Een extensometer meetreeks. Dus dat is vanaf vorige zomer zijn ze geïnstalleerd. En de verschillende lijnen die geven de verschillende ankers op verschillende diepte weer. Dus de rode lijn is het maaiveld. Daaronder is een anker op ongeveer 40 centimeter onder maaiveld, 80 centimeter, 120 centimeter en nog één diepe, één anker aan de onderkant van het onderste kleipakket. Hier zien we de opbouw van de ondergrond in Vlist. Dat is een afwisseling van veen- en kleilagen, waarbij het zand, het stabiele zand, begint op ongeveer 11,5 meter onder maaiveld. Nou, wat we al hier heel mooi kunnen zien, is die seizoensgebonden fluctuatie. In de zomer stond het maaiveld, in eerste instantie ging het nog verder zakken na installatie. En daarna is in de herfst en de winter, is het maaiveld zo 3,5 centimeter omhoog gekomen. Daarbij zien we ook heel mooi de relatie met de grondwaterstand. Dat is deze donkerblauwe lijn. De meeste piekjes zien we ook terug in de bodembeweging. Dus dat is een hele directe relatie, zien we hier. Wat we ook nog eens zien, is dat de verschillende bodemlagen bijdragen aan de totale maaiveldbeweging. Bijvoorbeeld hier die paarse lijn van 120 centimeter beneden maaiveld. Die beschrijft dus het gedrag van de zone, dat zien we dus hier, dit is die 120, van deze verzadigde zone. En daar zit dus ook nog die beweging in. Tot bijna wel de helft van de totale beweging die aan het maaiveld geregistreerd wordt, vindt dus plaats in die verzadigde zone, waarbij die dus ook op en neer gaat. Nou, we hebben natuurlijk ook gekeken al naar verschillen met het maatregelenperceel, dus met infiltratiesystemen. Maar daarvoor is de meetreeks eigenlijk nog wat kort en dan zien we ook nog geen significante verschillen. Dus ik laat nu alleen even deze grafiek zien. Nou, even kort gezien de tijd de resultaten van waterpassen, in dit geval van Rauwveen, daar hebben we de langste meetreeks vanuit een lopend lokaal project. En hier zien we steeds de gemiddelde waarde voor een bepaald meetvlak, voor het drainage en voor het referentieperceel. En waarbij je dus verschillen ziet, maar hier liggen ze nog dicht bij elkaar. Hier zie je een verschil, is het referentieperceel meer omhoog gekomen. Hier komen ze weer bij elkaar. En het geeft eigenlijk maar weer aan dat we de metingen ook nog niet direct altijd goed kunnen begrijpen. En dat het vaak gewenst is om dus langer door te meten en om andere factoren ook te meten die van invloed kunnen zijn om het totaalbeeldje beeld goed te krijgen. Nou, even de laatste slide. Heel belangrijk vonden wij, hebben we heel veel van geleerd, de LiDAR-metingen. Naast al de genoemde onzekerheden hebben we namelijk een zeer sterke invloed van de gewashoogte gezien. Dat wordt geïllustreerd door dit figuur hieronder. Namelijk als het gewas hoog staat, dat kan soms 25 centimeter hoog staan en heel dicht is,
dan merken we dat de lichtgolven niet door het gras heen kunnen gaan. En daarbij dus niet voldoende punten op het echte maaiveldoppervlak komen. Hè. In dit geval komen er wel genoeg, dringen erdoor en hier niet. En dat zien we ook heel goed terug in onze metingen. Bijvoorbeeld hier. Hier. In dit geval had de boer dit perceel al helemaal gemaaid tot hier. En hier nog niet, waar het donkerrood is. Nou, hier zie je een doorsnede, die blauwe lijn, over die grens. En je ziet heel mooi hier, dit is dus de maaiveldhoogte. En hier is die grens en ligt het opeens 20 centimeter hoger. Nou, alles bij elkaar genomen hebben wij op basis van ons onderzoek geconcludeerd dat deze techniek, zo vanuit de lucht, airborne LiDAR, niet betrouwbaar genoeg is voor het meten van millimeterschaal bodembeweging in veenweidegebied. Het zou misschien wel kunnen als er op vooraf wordt gemaaid, maar dat is regionaal gezien vaak niet haalbaar. Hè, boeren die maaien niet allemaal tegelijk. Het kan wel voor een kleiner gebied of bijvoorbeeld met een statische meting. Daar hebben we het verder nog niet over gehad. Dat heb ik even aangestipt in het begin. Maar dan zal de techniek nog wel nuttig zijn. Dat passen we ook toe in zegveld om de ruimtelijke variatie binnen een perceel te bepalen. Waarmee we ook kunnen kijken naar hoe representatief bijvoorbeeld een extensometermeting is. Dat is maar één punt, of waterpasmetingen, voor een heel perceel. Maar verder hebben wij op dit moment vanwege het genoemde voor regionale schaal en vlakdekkende kaarten willen we vooral nu inzetten op gebruik van INSAR. Dat was het einde van mijn presentatie. Dank jullie wel. Dank je wel, Sanneke. Ja, wederom weer heel interessant en heel leerzaam. Er zijn ook wat vragen binnengekomen. Volgens mij is de eerste vraag van Marco Vroege van Schieland in de Krimpende Maat beantwoord, denk ik. In hoeverre wijkt het beschreven proces van de LiDAR-meting af van hoe momenteel het AHN wordt bepaald? Wil je daar iets over zeggen? Of is jouw vraag, Marco, nog aan de orde? Nee, is inmiddels beantwoord. Ja. Verder worden er twee vragen gesteld over FLIST. Chris van Naarden van het ministerie vraagt, hebben jullie een idee waarom het diepere pakket in FLIST zo fluctueert? Het is wel permanent verzadigd. Ja, klopt. Nou, maar blijkbaar vinden er toch, en dan gaan we weer even terug naar die effectieve spanning, hè, waar Gilles zover heeft uitgelegd, vinden er toch drukverschillen plaats, ook in die verzadigde ondergrond. En dat zal en ook doordat de druk vanaf bovenaf varieert. Hè. In de zomer heb je dus valt er weer waterdruk weg in de bovengrond. Waardoor die effectieve spanning in de ondergrond ook gaat veranderen. En daarbij kunnen ook grondwaterstromen, denk ik, bijdragen. Verschillen in grondwaterstromingen, dus wegzijging en kwel bijvoorbeeld, kunnen denk ik ook zorgen voor verschillen in die effectieve spanning. Maar dit is dus ook een van de metingen die ons ook dus weer nieuwe vragen inderdaad heeft bezorgd. Ja. En we zijn daar ook nog heel erg mee bezig om dat samen met andere metingen helemaal volledig te gaan begrijpen. Ja, dankjewel. Mag ik nog één ding daarop toevoegen? Belangrijk is dat we kijken, zijn die bewegingen nou ook, leiden die ook tot permanente deformatie die we zien in het verzadigde deel van die ondergrond? Of zijn het alleen maar de elastische bewegingen? En dat is denk ik een stap die we nog moeten zetten. Dus als je nog het figuur wat ik helemaal aan het einde liet zien herinnert tussen die elastische fase en de plastische fase. Dus de vraag is, komt die ook in die plastische fase met kruip en dat soort zaken, allemaal terecht, viscoplastische fase, of blijft die alleen maar elastisch bewegen? Dat is denk ik, om even nog een goede extra brug te maken naar mijn praatje, een belangrijke vraag. Dankjewel, Gilles. Er komen nog wat andere vragen binnen, maar die zijn volgens mij deels ook via de chat te beantwoorden. Dus mijn vraag is ook gezien de tijd of een aantal andere onderzoekers of Gilles en Sanneke zo meteen zelf even in de chat willen kijken om een aantal vragen nog te beantwoorden. Akkoord.
Korte antwoord op de vraag van Rick Bisschop of andere parameters meten. Jazeker. En welke dat precies zijn, dat hebben we ook opgeschreven in een factsheet die ook op de website te vinden is. Misschien dat iemand van ons team zo meteen even de link kan delen naar de factsheet van Vlist. Dan kun je daar ook meer informatie op halen. En dan wil ik Sanneke en Alfred Schillers ook allebei van harte bedanken voor jullie verhaal. En gaan wij nu afscheid nemen van Sanneke, maar niet helemaal, want die zien we het meteen terug in een video die we nu gaan delen. Nou, Sanneke en Gilles hebben net een en ander verteld. Misschien dat je nog heel even wachten voordat je hem aanzet, Suzo. In de volgende video gaan we vooral kijken naar de meetlocatie in Assen-Delft. Deze video is heel vers. En waar gemeten wordt aan bodembeweging, broeikasgasemissies en bodemeigenschappen. En Sanneke geeft daar vanuit het veld een toelichting. En je krijgt ook een insight in hoe we de bodem monsters nemen. En vervolgens zijn er ook wat opnames uit het lab. Altijd leuk om even daar ook te kunnen kijken. We zijn nu op een van de NOBV meetlocaties, namelijk in Assen-Delft, op het terrein van de melkveehouderij van de familie Kramer. Ja, wij hebben hier twee meetplots binnen het NOBV. Die is omsloten door een hekwerk. Die staan midden in percelen. Eén in een perceel met drukdrainage en één in een referentieperceel. En we doen hier verschillende metingen. Variërend van broeikasgasmetingen, grondwaterstanden, bodembeweging en bodemeigenschappen. En voor dat laatste zijn we vandaag hier in het veld. We zijn namelijk bezig met het nemen van veenmonsters voor het bepalen van geotechnische eigenschappen van veen. En dat willen we doen om beter te kunnen voorspellen hoeveel bodemdaling door geomechanische processen wordt veroorzaakt. En ook om die processen beter te begrijpen. De geotechnische eigenschappen van veen willen we zo betrouwbaar mogelijk bepalen en gebruiken om de bodemdaling als gevolg van geomechanische processen zoals consolidatie en kruip beter te begrijpen en beter te kunnen voorspellen met modellen. Maar voor veen is dat een hele uitdaging om die eigenschappen te bepalen. En dat komt voornamelijk omdat veen heel slap is en heterogeen van structuur. En daardoor is het heel moeilijk, zeker vergeleken met mineralengronden zoals kleigronden, om onverstoorde en representatieve monsters uit de bodem te halen. Veen dat bestaat voor een groot deel uit water en uit resten van planten en bodem, bomen. En deels zijn die al afgebroken door micro-organismen in de bodem. Ook kan er sprake zijn van een bijmenging van klei of zilt of zand. En dat alles maakt dat veen, naast dat het heel slap is en heel makkelijk samendrukbaar is, ook heel heterogeen is van structuur. Nou, voor standaard grondmonsters, die worden genomen voor samendrukkingsproeven in het lab. Die zijn vaak te klein voor een goede bemonstering van veen. Bij zulk soort kleine afmetingen wordt het veen al makkelijk verstoord tijdens het bemonsteren en tijdens het uitdrukken van het monster, waardoor de geotechnische eigenschappen veranderen ten opzichte van de eigenschappen zoals van het veen zoals het in de bodem zit. Daarbij komt ook nog dat de vezels in veen, dus de resten van de planten en bomen, vaak groter zijn dan de afmetingen van die kleine grondmonsters. Daardoor is het wenselijk dat voor veen er grote monsters worden gestoken. En dat doen we hier vandaag. Dat zijn monsters van 50 centimeter hoog en 40 centimeter in diameter. En daarvoor heeft Deltares in samenwerking met Wiertsema en partners een methode ontwikkeld. Die heet de Deltares Large Diameter Sampler. En daar worden dus relatief grote monsters, veenmonsters meegestoken met minimale verstoring. En die kunnen vervolgens in het lab verder worden bemonsterd en beproefd.
Wij zijn bezig met het steken van bloksamples. En de bloksamples hebben een afmeting van rond 400 en een lengte van 500 mm wel te verstaan. Wij doen hier onderzoek naar de geotechnische eigenschappen van het veen. De maaiveldzakking in de veenweidegebieden worden deels veroorzaakt door geotechnische samendrukking naast de verbranding of de vertering van het veen. En om een indruk te hebben van de mate waarin de maaiveldzakking het gevolg is van de verwering van veen, willen we die andere componenten ook weten. En die andere componenten kunnen we meten, zodat we daarnaast de maaiveldzakking ten gevolge van de verwering van veen goed kunnen bepalen. Samendriftproeven zijn eigenlijk elementproeven waarbij kleine monstertjes op vervorming worden getest bij een bepaalde bovenbelasting. Dus in feite de situatie in het veld, daar heb je een veenlaag zitten, daarboven zitten lagen, grondlagen. En die grondlagen oefenen een bepaalde belasting uit op de grondlagen eronder. En dat heeft een bepaalde samendrukking tot gevolg. En dat willen we gaan meten in die samendrukkingsproef. Dankjewel, Sanneke. Ook Harry en Dennis voor jullie bijdrage. Het is leuk om ook andere collega's van de TARES te zien. We horen daar wel het een en ander over, maar we zien ze natuurlijk niet zo vaak. Zijn er naar aanleiding van de video vragen? Ja, nou, een mooi compliment wordt gegeven. Dus dankjewel. Als we Sanneke en Gilles allebei aangaven, we zijn natuurlijk nog in het begin van het onderzoek. En we zullen ook gaandeweg gedurende het onderzoek ook steeds meer informatie over delen, met name ook over de uitkomsten. Dan gaan we naar de laatste bijdrage van vandaag. En dat is Ramon Hansen van de TU Delft. Het is misschien goed om te weten dat TU Delft ook nauw betrokken is bij het NOBV-onderzoek. En Sanneke ging eerder in op de verschillende technieken om bodemdaling te meten. En een daarvan is ook via satellietdata. En daar gaat Ramon Hansen ons iets meer over vertellen. Ramon is hoogleraar geodesie in Delft en geodesie en satellietaardobservatie. En een van de partijen dus in het NOBV-consortium. Ramon, ik geef jou graag het woord. Dankjewel, Primé. Kunnen jullie het scherm zien? Jazeker. Oké, goed. Ja, nee, leuk dat ik hier even iets mag vertellen over de techniek waar ik aan werk met mijn groep. Dat is INSAR, een afkorting voor Interferometrische Synthetische Apparatuurradar. Het is een hele mond vol. Ik denk dat sommigen van jullie hebben er al van gehoord. Ik zal het even kort toelichten. En de bedoeling van vandaag is eigenlijk om aan te geven van wat is nou de huidige stand van de techniek? Waar zitten we? Wat zijn nog de uitdagingen? We zijn er nog niet. We moeten nog een aantal dingen over zien op te lossen. Ik wilde wat resultaten delen waar we nu staan. En dan ook een stukje vooruitkijken. Vooral in relatie tot het NOBV. Ik wilde even terug naar het plaatje wat Gilles liet zien. Dat waren de zogenaamde 6 M's. En dat is een heel mooi plaatje waarin je het hele proces van samenwerking ook tussen verschillende groepen en verschillende expertises tot uiting komt. En ik focus dan voornamelijk inderdaad op die 2 M's linksbovenin, het meten en monitoren. Meten is bijna hetzelfde als monitoren, maar monitoren staat hier aan het einde van de keten. Dus wanneer er maatregelen genomen zijn, wil je weten of die dan effect hebben. Het enige nadeel van dit plaatje geeft aan dat het een soort circulaire beschrijving is. En het lijkt een soort eenrichtingsverkeer. En dat is wel iets wat ik graag wil onderstrepen. Het lijkt op deze manier zeg maar, alsof je het meten en monitoren door partij 1 laat uitvoeren. En dan gooi je het over de heg en dan gaat iemand anders dan gaat dat dan proberen te begrijpen of te modelleren. Of ingrijpen daarop te baseren. En dat is het eigenlijk niet. Daar zijn we eigenlijk wel achter gekomen in de afgelopen tijd. Dus die twee stukken aan de linkerkant, dus waar Sanneke het over heeft, dus het echt begrijpen van het mechanisme en het modelleren daarvan, dat is eigenlijk ook weer input voor ons. En dat lijkt misschien triviaal, maar ik zal laten zien in het verdere verloop van de presentatie dat het eigenlijk voor ons echt heel erg cruciaal is. Nou, eerst even INSAR, of SAR interferometrie. We maken gebruik van satellieten. Die vliegen niet zo hoog, 700 kilometer vanaf hier naar Parijs, een stukje verder.
En vliegen over de polen en daardoor kun je eigenlijk de hele aarde afscannen. En typisch wordt elke vierkante meter in Nederland, zeg maar, elke dag wel een keertje door een satelliet gezien. En de combinaties van één enkele satelliet, die kunnen we dan gebruiken om beweging te detecteren. Dus grof gezegd, heb je dus aan de ene kant heb je de data die die satellieten opnemen. Dan moet je jezelf de vraag stellen van wat wil je nou eigenlijk precies weten. Je kan namelijk heel veel verschillende dingen met diezelfde data doen. En dat leidt dan tot een bepaald soort dataverwerking en daar krijgen we bewegingsinformatie uit. Maar de essentie en het mooie van de techniek is dat we super gevoelig zijn. En dat komt doordat we gebruik maken van de golflengte van de radar. Die is typisch in de orde van een paar centimeters. En in dit plaatje wordt dat aangeduid. Hier heb je zeg maar de eerste overkomst van de satelliet. Dan wordt een heel plaatje met pixels van de aardoppervlak gemaakt. Een van die pixels hier op tijdstip T1 is het rode vakje hier. En er is een bepaalde afstand tussen die satelliet en dat pixel. Nou, dan vliegt die satelliet verder en na een aantal dagen komt hij weer opnieuw over. En dan kan het zijn dat pixel verplaatst is door bodembeweging. Dan is dus eigenlijk die afstand tussen de satelliet en dat pixel is een klein beetje groter geworden. Nou, de positie van de satelliet kunnen we eigenlijk eruit rekenen, dus dat is niet meer van belang. Dat is het grote verschil met de lasermetingen waar Stanek het net over had. Dus we kunnen dan het verschil in hoogte meten als een fractie van de golflengte. Nou, als je dus een golflengte hebt van in de orde van centimeters, dan kun je eigenlijk wel heel makkelijk millimeters bepalen. Dus ik krijg heel vaak de vraag van wat is eigenlijk de precisie van deze techniek? Nou, die is eigenlijk dat is een heel moeilijk te beantwoorden vraag, maar in essentie is die ongeveer 0,3 mm als je kijkt naar de essentiële precisie. Alleen het probleem is dat er nog heel veel dingen bovenop komen en die maken het altijd het leven een stuk moeilijker. Nou, werkt dat? Ja, het werkt. Dat hebben we laten zien onder andere in de bodemdalingskaart. Die is online te vinden, bodemdalingskaart.nl. En dat is een interactief portaal en daar zie je eigenlijk hoe Nederland beweegt. Nou ja, je ziet Groningen zakken, je ziet Limburg omhoog komen, je ziet allerlei effecten van mijnbouw. En dan in het westen van Nederland zie je dan ook nog een ander signaal, die rode zweem zeg maar rondom Rotterdam en het zuiden van het Groene Hart. Maar als je nou goed inzoomt en je gaat naar specifieke stukjes kijken, dan blijkt dat het eigenlijk niet overal even dicht is. En in dit plaatje heb ik van Koef Noen gestolen, die hebben daar een mooie sketch over gemaakt en dat ging eigenlijk hierover. Dat je dus op alle plekken waar je dus bebouwing hebt in die bodemdalingskaart, daar hebben we eigenlijk redelijk goede data. Maar je ziet eigenlijk precies op de plek waar we het nodig hebben, dus in het veenweidegebied, daar hebben we eigenlijk nauwelijks goede gegevens. Nou, gedeeltelijk wordt dat veroorzaakt doordat we zelf wat ruizigere punten eruit gooien. Maar dat is ook echt een heel groot fundamenteel probleem. Dat zit hem eigenlijk in twee punten. Er zijn twee afhankelijkheden als je InSAR wil gebruiken. Een eerste daarvan is dat de reflecties van het aardoppervlak in de tijd consistent moeten zijn. Dus het aardoppervlak mag bewegen als geheel. Het mag omhoog en omlaag gaan, dat is geen probleem. Maar op het moment dat het helemaal wordt omgehusteld, zeg maar, zoals een boer die zijn akker omploegt, dan verlies je die consistentie. En dan zijn we eigenlijk het signaal kwijt. En dat noemen we coherentie, de mate waarin we de data kunnen vergelijken in de tijd. Dat is heel belangrijk, laten we het zo meteen zien. En de tweede, dat is dat we goed bemonsteren, goed samplen, zoals Sanneke het ook al aangaf. En dat heeft te maken met het oplossen van de ambiguïteiten. We meten een fase en die is eigenlijk onderbepaald. Nou, laten we even naar een voorbeeldje kijken hier. Ik laat een voorbeeldje zien van waar ik nu zit in Delft. Dit is een luchtfoto van Google Earth. En als we daar een radarbeeld overheen leggen, dan zie je dit plaatje. Dat is een zwart-wit plaat. En nou ja, als er een bepaald object heel sterk reflecteert, dan is het wit. En als het heel weinig reflecteert, zoals het Delftse hout hier, een plas in dit gebied hier, dan is het donker. Nou, we krijgen niet alleen voor zo'n SAR-beeld krijgen we amplitude, maar we krijgen ook fase. Nou, die fase is een getal tussen min pi en pi, of tussen 0 en 360 graden, als je dat zo wil uitdrukken. En hier geeft dat al aan dat dat eigenlijk compleet oninterpreteerbaar is. Voor één beeld kun je niks doen. Maar als je nou twee beelden hebt of meer, dan kun je die van elkaar aftrekken en dan krijg je een zogenaamd interferogram. En dan komt er in één keer allerlei informatie tevoorschijn. Onder andere hierover dat is van de snelwegen, van de bebouwde omgeving. Hier gebeurt dus van alles en er zijn ook verschillende oorzaken voor. Nou, ik wilde dit plaatje vooral laten zien om even te kijken naar de plekken waar je dus eigenlijk geen goede gegevens hebt. Dat zijn die ruizige plekken hier.
de cirkeltjes. Nou, als je dit plaatje nu even weghaalt, dan zie je ook precies, nou, dat is nou eigenlijk precies het gebied waar we graag informatie willen hebben. Dus dat is het probleem wat we krijgen, dat het aardoppervlak daar anders reflecteert en het is minder consistent. Nou, dat tweede probleem, dat zijn dus die faseambiguïteiten. En ik heb geprobeerd om dat hier aan te geven met een soort plotje in de tijd. Hier zien we de tijd op de horizontale as. En hier gaat een bepaald punt, gaat een stukje omhoog, dan zakt hij weer en dan gaat hij weer omhoog. Dat is de beweging. En die geven we hier niet aan in millimeters, maar die geven we aan hier in cycli van de radargolflengte. Dus één golflengte is één. En in de praktijk komt dat overeen met ongeveer 3 centimeter. Nou, het probleem is dat we dit niet kunnen meten. Wat we meten is het in het door elkaar gehusselde signaal wat precies tussen de 0 en de 1 ligt. Nee, dus net als de grote wijzer van een analoge klok van 0 tot 12 gaat. En als we de uurwijzer zouden missen, zouden we niet kunnen kijken hoe laat het is. Als we in een gesloten ruimte zouden zijn. Zo kunnen wij niet direct die rode puntjes meten, maar we meten eigenlijk alleen maar die groene puntjes. Dus je zou dat kunnen zien als een kleuter bijvoorbeeld die een puzzel heeft gelegd, die wordt door elkaar gehusseld en wij moeten zorgen dat we die puzzel weer herstellen. Dat is de opgave waar we voor staan. En een hele leuke analogie daarmee hier is de tekening van Escher, jullie allemaal wel bekend. Dit is een hele bekende waarbij we zo'n poppetje hier rondlopen en dat houdt eigenlijk nooit op. Maar dat is eigenlijk het probleem wat we hier hebben. We moeten proberen dit probleem van Escher op te lossen. En dus te komen naar die absolute beweging. Dus de rode puntjes, terwijl we de groene puntjes gegeven hebben. Nou, we hebben daar een eerste oplossing voor gevonden al een tijdje geleden. En die had onder andere te maken met het zoeken naar specifieke gebieden die we goed kunnen combineren. En hier laat ik weer ons testgebiedje zien ten zuiden van Delft. En het plaatje hier geeft nu aan de schatting van de bodembeweging die we hier in 2015 uithaalden. Nou zie je dus de steden Delft en Schiedam hier beneden, zie je heel mooi. Die zijn in dit geval dit plaatje rood gekleurd, dat betekent 0 mm per jaar. En je ziet dat hele midden-Delftland, Veenweidegebied, dat zie je zakken ten opzichte daarvan. Dus dat gaf ons in eerste instantie goede moed. Totdat we echt gingen kijken wat nou de bodemdalingssnelheid op deze plekken is. Nou, puntjes A en B hier in dit plaatje, die zijn relatief stabiel. Dat zijn de stedelijke gebieden. Punten C en D, die zijn aan het zakken. En punt E zakt nog een flink stuk sterker. Dus als je hier van een afstandje naar kijkt, dan denk je van, oh, dit is heel mooi, want hier kunnen we dus die beweging mee meten. Waren het niet dat als je naar de verticale as kijkt, dat die van 0 tot 50 mm geldt. Dus dit zou betekenen dat je hier tussen 2007 en 2012, dus in 5 jaar... een halve meter bodemdaling zou hebben. Nou, dat is natuurlijk niet aan de orde. Dus we doen iets fout. Dus aan de ene kant zit het ruimtelijk, geeft het wel goede moed, maar er zit zeker nog een schaalfout en er gaat iets mis. Nou, daar hebben we een tijdje naar gekeken. En dat wilde ik eigenlijk, het probleem wilde ik eigenlijk laten zien door even een korte demonstratie te geven waar we eigenlijk nou mee zitten te worstelen. En hier simuleer ik even een dataset. Dat zijn de zwarte puntjes hier. Dat noemen we even de waarheid. Dit is dus heeft niks met metingen te maken. Laten we even aannemen dat dit echt de beweging van de bodem is. Elke dag simuleer ik dat. Dat zijn de zwarte puntjes. En dan meten we dat in dit geval om de 24 dagen. Dus dan krijg je de rode puntjes. Dat zijn dus eigenlijk de plekken, de tijdstippen waarop onze metingen plaatsvinden. Dus je ziet hier eigenlijk ook al in dat als het signaal heel erg dynamisch is, dus als we echt gedurende de tijdsperiode van dagen verschillen kunnen hebben, dat we dat natuurlijk onderbemonsteren. Dan hebben we eigenlijk te weinig informatie daarvoor. Dus we moeten daar heel goed naar kijken. Nou, dan komt erbij dat door die ambiguïteiten die we hebben, en laat ik hier zien in die rode cirkeltjes, dat die, als we dit als een meting beschouwen, dat puntje hier kan liggen, maar het kan ook een stukje hoger liggen, het kan ook hier liggen, het kan ook hier liggen, het kan ook hier liggen. En we weten eigenlijk niet precies waar die ligt. Nou, het volgende plaatje maakt dat hopelijk een beetje duidelijk, omdat het een beetje lastig te interpreteren is, misschien een eerste gezicht. Maar hier, dit is eigenlijk een overzichtje van alle epochen, zoals we het hier noemen. Dus de tijdstippen dat we een radarsatellietmeting hebben. En langs de verticale as in de kolom staat de waarschijnlijkheid van een meting aangegeven. Geel betekent waarschijnlijkheid is 1, dus dan is die het hoogste. Maar blauw betekent eigenlijk dat het heel onwaarschijnlijk is dat hier een meting komt. Dus hier hebben we voor deze tijdserie hebben we metingen gesimuleerd. En hier zie je dus eigenlijk, als je die gele vlakjes volgt, dan volgt dat heel mooi precies de rode puntjes zoals we die hebben gemeten. Dus dit is eigenlijk nogmaals de waarheid als je de gele puntjes zou bekijken.
Dan doen we natuurlijk metingen. Die metingen die liggen nooit precies op de waarheid. De metingen hebben een bepaalde ruis, dus die liggen daar een beetje vanaf. Als je een hele goede meting hebt, zoals hier in kolom 6, dan is dat gele balkje heel erg smal. Dus dat is een hele goede meting, dan ligt de meting vlakbij. Maar als je een slechtere meting hebt, kan het best zijn dat dat rode puntje een stukje daarvan af ligt. Maar tussen de min een half en plus een half heb je die fasecycli waar ik het net over had. Eigenlijk, wat we dus meten, zijn niet deze rode puntjes, maar zijn deze rode puntjes. Nou, dus dit is eigenlijk, geeft eigenlijk een beetje aan hoe we vanuit de waarheid naar de metingen komen. En uiteindelijk kunnen we dan die hele achtergrond die we dus eigenlijk niet kennen weghalen. En dan is de opgave, hoe halen we nou uit die rode puntjes hier, dat zijn dus de metingen die we zeg maar, vanuit de satelliet binnenkrijgen, hoe reconstrueren we hier nou dit hele signaal uit? Nou, dat is best lastig als je dat zo ziet, dat kun je begrijpen. Dus daar moeten we in verschillende soorten informatie voor gebruiken. Om dit even af te maken wil ik ook even laten zien een zogenaamd spooksignaal. Dat komen we nu ook hoe langer hoe meer tegen. Dat zijn signalen die eigenlijk helemaal niks zijn. Dat is totale ruis. Waarbij we gewoon in die ruis metingen hebben voor een bepaald pixel. En dan krijg je hetzelfde effect. En wat je nu ziet hier is dat we door dit soort plaatjes met onze ogen, met onze hersenen ook lijnen kunnen gaan trekken. We weten alleen niet precies welke lijn dat nou precies is. Dus wat ik hiermee wil aangeven is dat in sommige gevallen hebben we dus een spooksignaal, een signaal wat niet realistisch is. En dat leidt dan toch tot metingen die we dan maar gaan proberen te interpreteren. Maar dus dit geeft aan wat de belangrijkste problemen zijn. Nou, wat hebben we geleerd tot nu toe? Ik wil eigenlijk vijf dingen noemen. Dus het eerste wat ook al aangegeven is, wat we nu ook bevestigd krijgen uit de extensometers. Dat is dat het terrein eigenlijk waar we voorheen dachten dat we op zoek waren naar een millimeters per jaar signaal, dat veel hoogdynamischer is. Het reageert niet alleen op de seizoenen, maar het reageert ook op een hevige regenbui. Het reageert ook op een aantal weken van hevige droogte. Dus we hebben eigenlijk de seculaire bodemdaling, dat is een lange termijn trend, vaak omkeerbaar, en de dynamische semi-periodieke bodembeweging, die voor een groot gedeelte omkeerbaar is, maar voor een gedeelte ook, niet. Zo, dat is in de tijd. Ook in de tijd is die heel erg onregelmatig. Dus het is niet zozeer een sinus die netjes omhoog en naar beneden gaat. Maar het is meer een soort zaagtand. Dus we noemen dat hysterese. Het uitdrogen van de bodem gaat veel langzamer dan het natter worden en omhoog komen van de bodem. Dus we moeten naar een heel complex signaal gaan zoeken. Dan is het heel erg ruimtelijk variabel. In het veenweidige gebied, typisch het poldergebied, heb je sommige polders die liggen iets lager. Andere polders liggen iets hoger. Dus daar moeten we rekening mee houden. Dus die variabiliteit is groot. We hebben grote magnitude en we hebben dan ook nog eens een keertje heel veel ruis die ook nog eens varieert in de tijd. Nou, dat leidt tot allerlei problemen. Ik zal hier met oog op de tijd niet verder op ingaan, maar cycle slips of loss of locks, dat zijn echt maar de grote problemen. Dus dat laatste kun je vergelijken met het losraken van de kopgroep in het peloton bij een wielerwedstrijd. Op een gegeven moment ben je elkaar kwijt en dan kun je elkaar niet meer vinden. Nou, dat het toch werkt, kun je zien als we kijken naar dit soort plaatjes. Hier zien we eigenlijk ruimte en tijd samen uitgedrukt. We hebben een soort dwarsdoorsnede gedaan. En hier zie je in de tijd dat een stukje van dat veenweidegebied echt heel dynamisch reageert. Wat bij 2018 een droge zomer was, dus het ook nog eens een keertje een stuk groter dan 2017. Je ziet dat het ruimtelijk varieert. Je ziet, dat zie je langs de doorsnede hier. En dat is ook vaak niet zo gek, omdat we voor dit soort locaties, je ziet hier in het AHN vrij uitvergroot, van die inversies hebben waar minder veen ligt, dus waar je ook echt minder bodembeweging verwacht. Dus we zijn echt op zoek naar iets wat heel lokaal varieert. Nou, hoe pakken we het aan nu? We hebben nu een methode waarbij we eigenlijk contextuele informatie meenemen. Wat we eigenlijk doen is, we zeggen, nou, als we nou die bodembeweging waarvan we in eerste instantie schatten dat die gewoon recht naar beneden ging hier, zoals in het middelste plaatje met die kruisjes. Daarvan weten we nu dat door grondwaterstandsvariaties of neerslag en temperatuur, dat daar ook een omhooggaande beweging is. En wat we dan kunnen doen is eigenlijk dat we die data naar de juiste ambiguïteit toetrekken. Dus we weten dat zo'n kruis hier kan liggen, maar het kan ook 2 pi hoger liggen of 4 pi hoger. Maar dat we deze informatie meenemen, kunnen we dat nu oplossen. En dat levert dan plaatjes zoals hier op. Een heel korte animatie. Kan starten. Ja, dat is lastig met de pointer. Nou, ik
sla hem even over. Dit is een plaatje waar je de variabiliteit ziet. Nou, om af te sluiten, welke activiteiten lopen er nu? We zijn eigenlijk met vier dingen bezig, zou je kunnen zeggen. Dus in eerste instantie willen we een nieuwe methode ontwikkelen. Ik laat één voorbeeldje zien. Dan moeten we modelinformatie en kennis bij elkaar brengen om die methode te kunnen vormgeven. Dan willen we eigenlijk alle kennis die er is, alle contextuele informatie ook meenemen in onze dataverwerking. En we willen gebruik gaan maken van eikpunten. Nou, dit plaatje is een plaatje rond Zegveld. Dat is het middelste plaatje hier aangegeven. Dus de locatie rondom de NOBV-site Zegveld. En wat we hier gedaan hebben, is hebben we elk pixel in het hele beeld hebben we met machine learning in een tweedimensionale ruimte gebracht. Waarvan de assen eigenlijk irrelevant zijn. Maar elk meetpunt hier, elk pixel, is nu een puntje in dit grote ei geworden. Dan zijn we binnen dit ei gaan zoeken naar punten die iets met elkaar te maken hebben, die dicht bij elkaar staan. Nou, die rode puntjes die hier aangegeven zijn bijvoorbeeld punten die iets gemeenschappelijks hebben. En wat dat is, kun je aan de rechterkant zien. Namelijk, ze hebben allemaal een gedrag van zakking wat heel erg vergelijkbaar is. Als je ergens anders in deze ruimte gaat zoeken, bijvoorbeeld dat rode clustertje hier beneden, dan zie je dat al deze meetpuntjes eigenlijk een heel ander gedrag vertonen. En die punten liggen ook weer op andere plekken in het beeld. Dus wat we nu kunnen doen, is dit vergelijken met contextuele informatie. We weten bijvoorbeeld voor elk van deze plekken wat de grondsoorten zijn, wat het landgebruik is, wat de hoogte is. En op die manier kunnen we dus clusters gaan maken en die locaties met dezelfde fysische karakteristiek op dezelfde manier vergelijken. We zijn er bijna doorheen. Wat we dan moeten doen is contextuele informatie meenemen. Dus in plaats van alleen maar de ruimtevaarttechnieken, de SAR-satellietdata te gaan gebruiken en meteen te komen naar een output, zijn we die datasets nu eigenlijk aan het verrijken. Dat noemen we attribute enrichment. Dus we gaan eigenlijk alle informatie die we hebben van een bepaalde locatie en van een bepaald tijdstip, die gaan we eraan toevoegen. En op die manier kunnen we dan onze algoritmes trainen om daar het beste uit te halen. Nou, tot slot de eikpunten. We hebben er eigenlijk twee verschillende soorten eikpunten. En dat zijn de zogenaamde IGRS, de Integrated Geodetic Reference Stations. Dat zijn objecten zoals je hier aan de rechterkant ziet. We hebben er eentje staan in Rauwveen en eentje in Zegveld. Dit zijn heel goed gefundeerde objecten die de radarreflecties heel goed reflecteren door middel van deze bakken die hier aan de zijkant hangen. Daar staan een GPS-ontvanger bovenop. Dit horizontale platform wordt met de AHN-vluchten ingewonnen met de laseraltimetrie. En verder kunnen we hier waterpassing en een aantal andere technieken op uitvoeren. En de bedoeling van dit soort objecten is dat ze eigenlijk niet meezakken met de ondiepe bodembeweging. Nou, hiernaast, vlakbij, staat een extensometer, dus daar kunnen we dus zien hoe die gegevens zich met elkaar tot elkaar verhouden. Wat we proberen te doen is dan te zoeken van hoe beweegt nu een perceel naast zo'n station ten opzichte van dit station. Dan hebben we een goed eikpunt. En wat we nu op het starten zijn voor de NOBV-locaties van Assen-Delft, Aldeburn-Born en Rauwveen. Daar willen we een transponder neerzetten. Dat zijn hele kleine kastjes zoals je hier ziet. Het lijkt naar een soort klein konijnenhokje als je ze in het veld ziet staan. En die bewegen eigenlijk op en neer met de beweging van het maaienveld. Dus ook doordat we dit dan vlakbij een extensometer gaan doen, kunnen we dit ten opzichte van elkaar kalibreren. En dan hebben we op die locaties hebben we ook nog heel goed vergelijkbare punten. Nou, dit is het werk van een aantal promovendi, medewerkers die hier allemaal aan actief zijn. En hier wilde ik het graag even bij laten. Dankjewel. Dankjewel, Ramon. Heel interessante, diepgaande presentatie. En ook waar je duidelijk aangeeft wat de mogelijkheden en wat er nog de onmogelijkheden zijn, hè, van INSAR. En misschien dat we dan één vraagje eruit kunnen pakken van Wouter Smit. Wat is het belang van deze meetmethode, vraagt hij. Je steekt immers wel heel veel energie in het werkzaam maken van de data. Kun jij iets over zeggen? Ja, het allergrootste belang is natuurlijk dat we gewoon een gebrek aan kennis hebben. We hebben nu op een bepaald aantal plekken hebben we dan een extensometer. We doen soms op een bepaald aantal plekken waterpassing. Maar we weten eigenlijk onvoldoende wat de bodemdaling is. Dus we hebben laatst een review gedaan van alle literatuur hierover. En eigenlijk de grote lijn is van de bodemdaling is ergens tussen de 0 en de 2 centimeter per jaar. Ja. Maar we weten dat het lokaal variabel is. We weten dat het dus ongelooflijk veel verschilt. Dus we hebben niks anders. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, dus de roeien met de riemen die we op dit moment hebben, hè, zeg maar. Ja. Er is
Er zijn nog een aantal andere vragen binnen, maar die gaan we toch even schriftelijk behandelen, dus gezien de tijd. Ik vond het heel interessant, heel nuttig. Ik weet dat Ramon ook vaker nog presentaties her en der geeft. En is volgens mij ook het een en ander te vinden op internet. Dus misschien dat je ook nog wat linkjes door kunt sturen naar ons, die wij dan mee kunnen geven. Dus dank. En Gilles, dan nog jou, voor jou, aan jou nog de vraag. Heb jij naar aanleiding van de vragen en de verhalen nog een laatste uitsmijter voor ons? Wat je per se nog even wilt delen met ons. Ja, nou ja, ten eerste dat ik heel tevreden ben over deze sessie. Maar ik ben ook gekleurd natuurlijk, omdat ik een van de bijdragers heb geleverd in mijn optiek. Maar het is heel leuk dat we een beetje dit soort mini-college-achtige sessies nou hebben. Hè, waar we echt een stap dieper gaan dan normaal. En ik vond het ook wel heel mooi om te zien wat Ramon aan het einde liet zien. Hoe we dus, dat metingen zijn niet alleen maar metingen. Het is niet zo, er vliegt een satelliet over en er komt een signaal binnen en dat plotten we op een kaartje en is het klaar. Er zit echt nog een heleboel werk achter. Net zoals modellen ook niet alleen maar modellen zijn. Er zit een soort grijs gebied tussen metingen en modellen in. Dat zijn de vlinderstructuur die op de 6M's werden geprojecteerd. Hè, die rechterkant en de linkerkant, die zitten aan elkaar vast. En ik denk dat dat echt essentieel is om een volgende stap te zetten in zowel het verbeteren van die modellen als verbeteren van de metingen. En voor mijn gevoel komen we in een stroomversnelling op dit moment. En ik denk dat we in een aantal jaar echt enorm veel verder zijn hiermee. En ik denk dat ook wel uit de praatjes ook van Sanneke die met het labwerk liet zien dat we, dat we daar nu echt alles op alles zetten om dit goed, voor Nederland voor elkaar te krijgen. Dankjewel Gilles, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten in de afsluiting. En misschien is het ook, want ik zag in de deelnemerlijst dat er zitten heel veel onderzoekers bij, maar er zitten ook, ik zag ook een aantal bestuurders en een aantal beleidsmakers. Ik kan me voorstellen dat het misschien, het voelt heel erg inhoudelijk dit verhaal en we delen nog niet echt resultaten. Nou, zover zijn we ook nog niet, hè? Dus de focus is niet voor niks in dit stadium van het onderzoek. De deelexpeditie is ook wat meer gericht op methoden en de eerste bevindingen. En zoals de heer en dame hier voor mij al zeiden, van we leren ontzettend veel hiervan. Dat is ook echt de bedoeling. We weten ook al heel veel, maar we weten ook nog heel veel niet. Maar de eerste deelexpedities zullen dus wat meer gericht zijn op de methode en de eerste bevindingen. Dus wees niet ongeduldig. Gaandeweg in de komende jaren zullen we ook steeds meer resultaten kunnen delen. Dus dat is denk ik ook iets wat een toezegging die ik hierbij al kan doen. En de tijd zal dan ook met die resultaten duiding kunnen worden gegeven. En dat zal ook binnen het bredere context van het klimaatprogramma Veenweide gebeuren. Dan rest mij nog, jullie hebben het beloofd een aantal websites te delen. Swaan, kan jij die met ons delen? Ja. Veel informatie is in elk geval te vinden op deze drie webpagina's. Als je op de NOB Veenweide komt, zie je ook alle betrokken partners voorbij komen. Dus ook die hebben allemaal een eigen website waar je door kan klikken en ook daar meer informatie over kan vinden. Wij zullen in het verslag ook nog wat aantal links die in de chat zijn gedeeld ook opnemen. Daar kunt u nog meer informatie halen en wij organiseren over een maand of drie weer een nieuwe deelexpeditie waar jullie alle voor uitgenodigd zullen worden. Dus namens de STOA, het NKB en het NOBV, maar ook Deltaris en TU Delft in dit geval, wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht en tijd. En tot de volgende keer. Ja, bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.